hou van Tilburg omdat Tilburg op zoek is naar vernieuwing en zijn originaliteit. Ik hou van Tilburg omdat het een ontzettend bruisende stad is. Ik hou van Tilburg omdat ik het altijd gezellig vind. Welkom bij Tilburg Spreekt. In dit programma leert u de Raad van Tilburg beter kennen. Iedere week komt er één fractievoorzitter aan het woord. Waar staat hij of zij voor? En waar streeft de partij naar? Tilburgers geven hun mening over een actuele stelling. En iedere week laat één van de fracties een project of onderwerp zien waar ze heel trots op zijn. Of juist niet. Ik ben Auke Blauwbroek, ben 47 jaar, getrouwd, 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Ik ben werkzaam als coördinator Europees beleid bij de FNV. Ik ben fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid hier in Tilburg. Nou, ik vind het een plek in Tilburg die mooi aangeeft wat de contrasten van Tilburg zijn. Aan de ene kant kan het je heel stil zijn, terwijl je vlak achter enorm veel lawaai is. Het is een stad of een, van veel contrasten, vind ik, met oud en nieuw vlak bij elkaar. Als je die kant op kijkt, dan zie je de Heuvelse Kerk achter de parkeergarage. En het is een pand waar enorm veel mensen werken. Interpol is een van de grootste werkgevers van Tilburg naast de Fuji en de Universiteit van Tilburg. Wij heten de Partij van de Arbeid. Dat betekent dat wij belangrijk vinden dat er voldoende werkgelegenheid is voor iedereen die hier in de stad woont en dus ook werkt. Daarnaast zijn wij sociaaldemocraat en dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En de mensen die het wat minder makkelijk hebben, dat die ook door de gemeente, door de gemeenschap geholpen worden. En dat uitzicht bijvoorbeeld in een dossier rondom de WMO waarvan we gezegd hebben van dat moet iedereen die zorg nodig heeft, moet gewoon ook die zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. En desnoods moet de gemeente daar maar een portemonnee voor trekken. Dat lukt nog steeds, ja, ondanks deze kritische tijden. Ja, ik heb niet één groot voorbeeld. Ik bewonder wel mensen die sterk zijn, man of vrouw, dat maakt mij niet uit. Die sterk zijn, gedreven zijn en ook gewoon zijn gebleven. En als ik dan denk aan Obama, is een mooi voorbeeld, vind ik. Olof Palme, de oud-sociaaldemocratische premier van Zweden. Wim Kok vind ik ook zo'n voorbeeld. Agnes Jongerius. Dat zijn mensen die mij inspireren om door te gaan met het werk wat ik doe. Omdat ze een visie hebben, weten waar ze naartoe willen. Omdat ze mensen kunnen, in beweging kunnen brengen. En omdat ze zich volstrekt zichzelf zijn. En geen onnatuurlijk gedrag vertonen in mijn ogen. Toen wij begonnen in 2006, toen waren er een groot aantal mensen die gebruik moesten maken van de voedselbank. Dat aantal is enorm teruggelopen. Dat is niet zo zichtbaar voor de buitenwacht, maar is wel in onze ogen van groot belang voor de stad. We hebben goed gekeken van wat de redenen zijn waarom mensen in armoede terechtkomen. En we zijn dus in feite gaan uitzoeken van wat nou precies die redenen zijn. En die we hebben we proberen bij de wortel aan te pakken. Dus niet zozeer door mensen gewoon maar geld te geven en in de gedachte van dat daarmee opgelost is. Nee, door de problemen bij de wortel op te pakken en proberen op te lossen. Samen met de mensen zelf. Mensen sterker te maken. We zijn 3 jaar geleden begonnen en we zijn een flink eind op weg. We zijn nu met de tweede fase bezig van het hele project. En we zien dat er enorm veel vooruitgang in zit. Maar het kan nog veel beter. Wat ik van heel groot belang vind is dat we met elkaar gaan nadenken waar we met deze stad over 20, 30 jaar willen zijn. Dan worden we wat grotere lijnen uitzetten en een visie met elkaar ontwikkelen van nou, dat is de richting waarmee we met Tilburg uit willen. En daarnaast vind ik het heel belangrijk, daar waar we het afgelopen jaren in geïnvesteerd hebben, bijvoorbeeld in de Impulswijk of in de multiculturele samenleving hier in de stad, dat we dat beleid ook doorzetten. Want wat je vaak ziet in de politiek is dat iets heel kort wordt opgepakt en na een jaar of 3, 4 weer van de agenda verdwijnt. Nou, dat kunnen we in mijn ogen in deze stad absoluut niet maken.